Deze week waren ze al druk bezig met de voorbereidingen. De vrijwilligers bereiden een heuse vleegshow voor achter het jaarbaarscircuit in Postert. Ondertussen zijn ze bezig met een uit de hand gelopen hobby. En wat de hobby dan wel niet is? Ik ben Zonneveile. Ik ben van 1993 bij de vereniging. Ik heb jaren in het bestuur gezeten en dat hebben we nu overgegeven met de oudjes. De jeugd hebben we nu overgedragen aan het bestuur. En die regelen dat nu allemaal. En we zijn alleen de verzorgers voor de trein geworden nu. Dus vandaar dat we dus in de weekend, vrijdags, morgens altijd van 10 tot 12 het terrein in orde maken. Dat er in het weekend gevlogen kan worden. En dat ze niet in het hoog gras zitten. Nou, de Vliegende Hollander heeft nu op dit moment een 40 leden die al van 1972 besteedt, waarvan hier zitten we een 40 jaar op dit terrein. In principe werd overal met gevlogen, alles vlieg. Dus in principe kan alles vliegen. Ze gaan hoe het is, maar alles kan vliegen, mits het maar in balans ligt. Maar we zijn bezig met vliegtuigen van de 1913, dus de eerste vliegtuigen, tot de straaljagers toe op dit moment. En alles wat ertussenin zit, kan in model gevlogen worden. Dus dat is eigenlijk heel van kunststof en hout en polyester, straalmotoren, elektromotoren, diesel. Eigenlijk is wat de grote jongens hebben, hebben de kleine ook. Het bekende vliegtuig wat in Eindhoven op de vliegbasis staat, voor een aantal jaren dat ongeluk is met gebeurd. Nou, dit is eigenlijk een kopie ervan. En met 4 elektromotoren zit erop. En dat kan heel lekker langzaam vliegen. Als hij in de lucht zit, dan zou je zeggen van het is eigenlijk een originele, want het verschil kunt ze niet zien. En hij is van u? En hij is uitbust van mij, ja. Ja, ja, een van de vele. Ja, hoeveel heb je dat? Ja, dat mogen we eigenlijk niet zeggen, maar dan heb ik de vrouw net. Maar een heel deel. In ieder geval heel veel. Ik denk dat er een totaliteit toch wel een stuk of 10 zal hebben. We hebben ook toestellen, daar zit de parachute in. Met een piloot zit erin, daar werd eruit gelaten. En dan komt hij dus gewoon wie een grote parachute, komt hij naar onder toe. Dit jaar met de vliegshow hebben we er enige weten te strikken. Daar is Nederlands en Duits kampioen met parachute gebeuren. Dus hij komt, het weekend komt hij hier naartoe en dan komt hij zijn kunst laten zien. Dus met zijn parachute, dat is hetzelfde als een grote jongen. Er werd een cirkel op het trein gelag en dan moet de parachute op komen. Hetzelfde als het grote. Onvoorstelbaar, hè? Ja, dat is eigenlijk niet normaal. Ja. En dan heb je vliegtuigen die variëren tussen het snelheden van 300-400 km per uur. Dit is er eentje van 1913, dat is van een Taube. De Ettrich Taube is dit. En die heeft, in die jaar heeft hij deze vliegtuigen gemaakt. Eerst in instantie met 1 persoon en met 2 persoon. En dan werden de bommen met de hand omlaag gegooid. Dus die hadden we niet verlaten te vallen. Dus die moesten ze met de hand, in de Eerste Wereldoorlog moesten ze die omlaag gooien. Dus met de bom. En het is een heel gedetailleerd model wat hier staat. Dus hier zit eigenlijk alles eraan wat aan de grote hoog zit. Hier zit nou een elektromotor op, maar in feite was dit de originele. Zat met een as en dan zat hij op hier ging je met draaien. Dit is de vering van het model. Dit zijn de luchtkoelingen. Kunnen we dan, hè? Komend weekend is het zo weer. Dan heb je een grote show hier. Daar is iedereen welkom. Ja, iedereen is vanaf 11:30 begint het zaakje hier te draaien, zaterdag en zondag, tot 6:00. En dan is iedereen welkom. De entree is €4. En het parkeren is gratis. Dus vandaaruit dat men van daarachter op het parkeerterrein kan staan. Men kan hier naartoe lopen en men kan voor een natje en een drankje is gezorgd. Dus alles is aanwezig om een gezellige dag hier te doorbrengen bij het vliegclub van de Vliegende Hollander. Ja.
vliegtuigspotters die kennen van. En dit zijn modelvliegtuigspotters. Dit zijn modelvliegtuigspotters, maar ik denk ook dat er wel een aantal bij zijn die echt naar de grote jongens gaan zitten kijken om in detail gaan te werken. Want alle vliegtuigen, en zeker die van rond de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, die moeten zeer gedetailleerd werden, want het moet exact dezelfde zin als jullie houden. Van zeggen wel eens dat een hobby uit de hand kan lopen. Volgens mij is dat hier ook wel eens het geval. Hè? Ja, de hobby is duidelijk uit de hand gelopen, want dat moet ook, want in die jaren toe kan dat niet anders natuurlijk. Maar ja, eigenlijk zijn we eigenlijk wel een beetje gek. Die lien aanhoudt is prima. Goed joh. Doe niks. U zegt wij draaien.